Het begon als een simpel idee, maar het groeide uit tot een groot succes. Roelard Smit van de Groninger Brandweer besloot vorige week een timelapse te maken van de aardbevingen die Groningen tussen 1986 en nu getroffen hebben. Het resultaat was zo indrukwekkend dat de timelapse op Twitter massaal gedeeld werd en zelfs door de NOS werd opgepikt. Ik ben geïnspireerd door een timelapse van Brandweer Amsterdam-Amsteland. En ik dacht, hé, dat is bijzonder. Daar kunnen we ook wel wat mee voor onze organisatie. Ik heb iets wat op dit moment heel een hot item is. De aardbeving in Groningen. Die dataset van het KNMI gebruikt. En daar kwam eigenlijk een heel mooi plaatje uit. Het idee begon voor Smit als een vrijdagmiddag probeersel. Dat het zoveel aandacht zou opleveren, had hij niet verwacht. Ik vond, wat gebeurt me nou, weet je? Je 15 minutes of fame. Had u dit verwacht, dat dit het gevolg zou zijn? Absoluut niet, absoluut niet. Ik vind het heel bijzonder, maar nee, absoluut niet verwacht. Ook op het stadhuis is de timelapse niet onopgemerkt gebleven. Burgemeester Ruud Vreeman, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio, noemt de beelden indrukwekkend. Nou, het kwam mij niet onbekend voor, omdat ik natuurlijk me vanuit de veiligheidsregio ook al verdiept heb in dit hele probleem van de aardbevingen. Ook al gesprekken over heb gevoerd. En dan zie je ook in de documentatie die daarover is, naarmate de aardbeving zwaarder is, komt hij natuurlijk ook meer richting de noordkant van Groningen. Vreeman neemt naar aanleiding van het timelapse geen directe maatregelen, maar wil wel goed voorbereid zijn op eventueel toekomstige aardbevingen. Er zijn dus twee acties die één hebben echt te maken met het kijken naar veiligheid. Ja, wij kunnen aardbevingen niet voorkomen, dus dan gaat het om van is je ambulance dienst goed, is je brandweer goed, ben je goed in gesprek met de bevolking. Dat heeft allemaal maar te maken met een soort scenario's, wat kan er gebeuren en wat gaan we doen. Daarnaast moet gekeken worden hoe Noordoost-Groningen een krachtige regio kan blijven. En Roelard Smit, die is ondertussen een bekende Groninger. Zouden de aanbiedingen voor nieuwe werkplekken al binnenstromen? Nee, een hoop journalisten en een fotograaf inmiddels, maar nog geen aanbiedingen. Dus dat komt misschien nog? Wie weet.